super veilig in Nederland. Veilig. Ja, ik maak nooit niks mee, dus nee. De veiligheid van politici is nu toch steeds meer in het gedrang, hè? Gezien de onder meer de vluchtelingendiscussie en dergelijke. Auto's worden in de brand gestoken, dreigbrieven worden verstuurd. Wat vindt u daarvan? Wat vind ik daarvan? Ja, iedereen moet van elkaar afblijven. En je moet voor je mening uit durven komen en mogen komen. En je moet elkaar respecteren. Ja. Ja. Ik schrik daarvan. Waardeloos. Ja, vind ik belachelijk. Verschrikkelijk. Dan moet je niet aan denken dat dat gebeurt. Ik vind dat triest. Zeer triest. Democratisch bestel, dat is heel het systeem, hè? Ik vind het dat je het debat nooit met agressie moet oplossen. Van welke kant ook. Mensen moeten kunnen zeggen wat ze willen. Of je het daar nou wel of niet mee eens bent, moet je met elkaar in gesprek gaan. En elkaar niet bedreigen. Dat is niet normaal, toch? En wat moeten we daaraan doen dan, om dat te veranderen? Gewoon opsluiten, die anderen. Opsluiten. Toch? Opsluiten? En gewoon in de gevangenis, toch? Ja. Vind ik schandalig. Schandalig? Ja. Hoort het thuis in ons land? Nee. Nee, wij zijn een vrij land. Dat hoort hier niet thuis. Nee. Ja, ik vind het eigenlijk echt absurd voor woorden dat het in deze tijd zo hard nodig is om mensen die proberen zich in te zetten voor de mensheid en ons land, dat die beveiligd moeten worden. Veiligheid voor raadsleden. Artikel 27 van de gemeentewet zegt dat leden van de raad hun werk moeten kunnen doen en moeten kunnen stemmen zonder last. En dat betekent zoveel als ze moeten hun werk in alle onafhankelijkheid kunnen doen, zonder dat ze druk ervaren of dreiging. Dat is voor elk raadslid de zoeken naar het evenwicht tussen aan de ene kant wel je laten beïnvloeden door de oordelen van anderen, hè, het zijn tenslotte volksvertegenwoordigers, maar aan de andere kant niet je oren laten hangen naar groepen of individuen in de stad of op de tribune in de raadzaal. Want je zit er tenslotte voor het algemeen belang en niet voor een individueel belang. Helaas is het zo dat onderzoek uitwijst dat 1/3 van alle volksvertegenwoordigers in dit land toch wel ervaring heeft met geweld of agressie. Zo erg zelfs dat er een landelijk programma is opgezet dat raadsleden informeert en ze tips en trucs geeft en ook burgemeesters instructies meegeeft wat te doen. Wat doen we dan precies in Breda om de veiligheid van raadsleden te waarborgen en om te zorgen dat ze hun werk op een goede manier kunnen doen? Wat we doen valt eigenlijk in 2 groepen maatregelen uiteen. De preventieve maatregelen, om te voorkomen dat het zover komt. We doen bijvoorbeeld, zetten op de site geen adressen, geen woonadressen van raadsleden. Dat is in het verleden ooit een keer besloten. Natuurlijk wel mailadressen en telefoonnummers, ze blijven bereikbaar, maar geen huisadressen. Tijdens vergaderingen in deze mooie oude raadzaal zit gelukkig ook vaak publiek om de verrichtingen van de raadsleden van dichtbij te volgen. En dat kan hier beneden zijn, werkelijk in de nek van raadsleden, of boven op de publieke tribune zijn. En als er bijvoorbeeld spannende vergaderingen op de rol staan, en pas geleden was dat bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag zo, dan kan ervoor gekozen worden dat door de voorzitter, door de burgemeester is dat dan vaak, dat het weliswaar een openbare vergadering is, maar dat het publiek toch beneden zit, terwijl de raad boven vergadert. In theorie kan dat in Breda ook. We hebben een trouwzaal die prima toegankelijk is. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd in Breda. Aan de kant van de repressieve maatregelen moet je denken aan dat tijdens een vergadering een voorzitter, als er bijvoorbeeld sprake is van klappen of juichen of joelen of blijken van afkeuring, even kan waarschuwen en kunnen die personen even apart worden genomen om uit te leggen wat de bedoeling is. En in het uiterste geval kan zelfs een vergadering doorgaan met een lege publieke tribune. Een andere repressieve maatregel heeft eigenlijk betrekking op buiten de raadzaal. Als raadsleden in hun privéleven bijvoorbeeld worden bedreigd of er wordt geweld tegen ze toegepast, dan kan dat raadslid, en dat is dan vaak via de tussenkomst van de burgemeester, aangifte doen. En dan komt zo'n zaak, en daar wordt niet in geaarzeld, natuurlijk bij de politie terecht. Gelukkig komt dat niet of nauwelijks voor. In Breda, maar ook in de rest van Nederland, geldt in feite de regel: het gaat goed, zolang iedereen maar het lef heeft om over dingen te blijven praten. Wethouder Aaldank, u bent sinds begin van dit jaar wethouder geworden van Breda, maar enige tijd raadslid en fractievoorzitter zijn geweest van de VVD Breda.
In het huidige politieke landschap worden veel lokale raadsleden bedreigd of bejegend door mensen die het vaak in het vluchtelingendebat oneens zijn met deze raadsleden. Wat vindt u daarvan? Nou, helaas gaat het niet alleen over het vluchtelingendebat. Er zijn ook heel veel andere onderwerpen waarbij bedreiging, intimidatie en onveiligheid bij raadsleden aan de deur komen. Ja. Is dat een onderdeel dat hoort bij het raadslid zijn of bij politici zijn? Ja, volgens mij kunnen we tegenwoordig wel constateren dat het erbij hoort, maar feitelijk hoort het er niet bij. Je bent er om het volk te vertegenwoordigen, je bent er om democratische keuzes te maken die erbij horen. Dat je het ermee oneens bent, akkoord, maar dat doe je wel gewoon of in de raadzaal of je spreekt het uit naar elkaar. Kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, mijn stem wordt niet goed genoeg gehoord, door middel van bedreigingen kan ik mijn punt beter maken? Nou, misschien wel. Ja, misschien wel. Nee. U zegt dat is geen goede motivatie. Dat is nooit een goede motivatie. Nee. Je moet praten met elkaar. In discussie blijven. Niet met geweld bezig gaan. Daar mag je toch niet aankomen? Er zijn mensen die boven de wet staan. Ja? Nou, daar kom je dan toch niet aan. Daar ga je toch geen auto's van in brand steken? Nou, het is hun praten voor ons. Wij hebben hun gekozen om voor ons mening uit te komen. En ja, dan als hun dat zeggen, dan is het hun mening en onze mening wat wij zeggen. Wij staan achter hun als wij voor hun kiezen. Zoals de koning het mooi zegt, blijven communiceren. Ja, zo hè. Ja. Was ik al mee eens met wat de koning zei, met elkaar praten. Is het een bedrijfsrisico als je politicus wordt dat je dan bedreigd kan worden? Nee, ik vind van niet. Ik ben machinist van beroep. Mensen zeggen soms het hoort erbij dat er mensen voor de trein springen. Ik vind dat onzin. Ik vind dat de mensen hun werk moeten kunnen doen. En niet moeten accepteren dat er agressie of dat daar bepaalde dingen aan vastzitten. Ik zit met Jos Koniček. Veiligheid, dat heeft veel aspecten. Wat is het eerste waar je aan denkt als het over veiligheid gaat? Aan veiligheid, in deze tijd toch heel erg aan allerlei mensen die zich heel bedreigend opstellen ten opzichte van mensen die proberen wat genuanceerd over Nederland na te denken. Heb je zelf als raadslid, en je was daarvoor commissielid, al dingen meegemaakt waarvan je denkt dit is vreemd, dit voelt onveilig? Nee, nog niet, niet in die zin dat ik daar persoonlijk niet veilig bij voelde. De vorige fractievoorzitter van GroenLinks, Piet Hein Scheltes, die heeft ooit al wat meegemaakt rondom dingen die bij NAC gebeurden, maar dat is eigenlijk voor mijn tijd geweest. Ik weet wel dat het een behoorlijke impact gehad heeft op hem. Op hem als persoon? Ja. Een bedreiging, waar ligt voor jou de grens? Ja, bedreigingen die ontstaan vaak uit emoties. Hè. Dat is prima, dat mag. Hè. Mensen mogen emoties hebben, mogen ze ook tonen. Daar moet je het over hebben. Maar een bedreiging wordt het voor mij als het persoonlijk wordt. Als er echt op de persoon gespeeld gaat worden, dan wordt het een bedreiging. Want het gaat mij niet om de persoon, het gaat mij om de zaak. Zijn er protocollen als er onveilige situaties zijn voor je raadsleden? Ik ben er even aan het zoeken geweest. Er zijn wel protocollen over onveilige situaties of bedreigingen van ambtenaren, heb ik gezien. Ik heb niks kunnen vinden over raadsleden of wethouders of bestuurders. Als die in een situatie terechtkomen die bedreigend is. Nee. Nee? Nee. Dat lijkt me want het is nu heel actueel, dat het best nodig is dat er wat protocollen over zijn. Ja, ik ben daar niet zo van de protocollen. Ik heb zoiets van niet weer een rituele dans erbij. Die hebben we al zoveel. En dat maakt het niet altijd even flexibel om met elkaar om te gaan. Ik denk nog steeds van gebruik je gezonde verstand als je dat nog hebt. Als je bedreigd wordt en het is echt bedreigend, aangifte doen, melden en vooral openbaar maken. Niet voor jezelf houden, want ik denk dat het openbaar maken en dan discussie aangaan, dat helpt. Maar de middelen waar mensen zich mee nu bedienen, zijn die anders geworden in de loop der tijd? Massaler, dat is het meer. Het spreidt zich ineens uit op Twitter of Facebook. En er worden vaak met leugens worden daar hele volkstammen gemobiliseerd om een bepaalde mening aan te hangen.
Dat is niet hoe de democratie in elkaar zit. Dus de nuances is nog verder weg? De nuance is nog veel verder weg. En je hebt niet de mogelijkheid om daar een antwoord op te geven. Raadslid, het is een openbare functie. Komt dat in gevaar door de dingen die er nu gebeuren in Nederland met bedreigingen naar raadsleden? Voor mijn eigen gevoel niet. Maar ik kan me voorstellen dat je wel eens een keer achter je oren krabt van moeten we alles nog wel in de openbaarheid gaan behandelen als er zo hard wordt gereageerd door een hele kleine groep mensen. Want laten we wel zijn, het gaat nog steeds volgens mij om een hele kleine groep mensen. En het wordt eng als je denkt van maar ik kan mijn functie niet meer goed uitoefenen, dus ik doe het maar niet meer. Op het moment dat je persoonlijke bedreigingen krijgt, omdat er een beslissing moet worden genomen die niet iedereen zint. En persoonlijk in de zin van echt fysiek geweld of ik weet je familie te vinden of dat soort dingen. Ja, dan moet je je afvragen of dat nog wel de manier is. Ik zou hem wel openbaar maken. Dus ik zou hem wel in het openbare debat willen gooien van jongens, dit gebeurt. Hoe gaan we daarmee om? Maar daar zit dus ook het spanningsveld. Hè? De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. Het hele huis hier, het stadhuis, staat open. Ja. Als de publieke tribune vol zou zitten met roepende mensen, ik denk dat het dan moeilijk wordt om nog een debat op inhoud met elkaar te voeren. Maar bijvoorbeeld een mailtje waar inderdaad bedreigende tekst staat. Ga je daar ook mee naar de politie? Die ga ik in ieder geval delen met de griffier en met de burgemeester. Dat is wat we volgens mij wel met elkaar hebben afgesproken. En dan gaan we kijken wat daarmee gebeurt. En dat zal een aangifte bij de politie zal daar bijna zeker achter zitten. Ja. Ja. Oh, dus de griffier en de burgemeester zijn wel jullie aanspreekpunten? Dat zijn de vertrouwensmensen in de raad waarmee je met integriteitskwesties of bedreigingen gaat overleggen. Ja. Ja. Want het kan niet zo zijn dat je door bedreigingen andere beslissingen gaat nemen dan je anders zou doen. Zou je dan nog de politiek ingaan als je nu voor die keuze stond? Ja, nog steeds. De uitdaging wordt wel steeds groter om zoveel mogelijk mensen te vinden die het nog willen blijven doen. Maar ook zoveel mogelijk mensen te vinden die achter die democratie blijven staan. En willen blijven stemmen en op partijen gaan stemmen. En niet denken van, het gebeurt toch niks. En ik roep een paar keer hard en dan krijg ik mijn zin wel. En dat is het dan. Dank u wel voor dit gesprek. En laten we hopen dat het nooit voorkomt dat je in een onveilige situatie terechtkomt als raadslid. Hoop ik ook en graag gedaan. Heeft u zelf wel eens te maken gehad met bedreigingen of bejegingen vanuit uw politieke ambt? Nou, helaas ben ik ook onderdeel van het systeem geworden en hebben ze mij ook wel eens bedreigd. In die zin, ik heb ook wel eens wat thuis gekregen en ik vind dat het er niet bij hoort. Nee. Zijn er protocollen of iets dat in werking gaat op het moment dat u een dergelijke bedreiging of misschien al een hele dreigende mail of brief thuis krijgt? Nou, dat soort dingen overleg je ook gewoon met de burgemeester. Er zijn protocollen voor waarbij je ondersteuning kan krijgen. Aangifte doen is een van de belangrijkste dingen die je gewoon altijd ook moet doen. Al is het alleen al voor de dossieropbouw, al is het alleen al om te kijken of de politie weet wie het zou kunnen zijn. En de bedreiging van het ambt politicus hoort er gewoon absoluut niet bij. En daar moeten we met elkaar voor zorgen om dat tegen te gaan. Ja. Heldere taal, zorgen om het tegen te gaan. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Zwaarde straffen of... Nou, dat is het hele palet natuurlijk. De pakkans is helaas relatief klein. Hè? Want als iemand een brief stuurt zonder afzender, we kunnen moeilijk handschriftanalyses gaan doen op dat soort dingen. Maar strenge straffen, duidelijk signaal dat wanneer je de politiek in gaat, dat je ook als overheid zorg draagt voor mensen die in de politiek zitten, hoort daar wat mij betreft absoluut bij. U was tot begin van dit jaar raadslid en nu wethouder. Zijn daar dan verschillen in met betrekking tot de beveiliging of met betrekking tot spanningen die dichter bij u komen? Nou, in die zin, als dagelijks bestuurder kom je wel met keuzes te maken waarbij jouw naam eronder staat. Als politicus heb je daar last van, of je nou wethouder bent of raadslid. Je staat in een glazen huis eigenlijk. Dus het maakt niet zozeer uit of je nou fractievoorzitter, raadslid of wethouder bent. Alle twee of alle drie is gewoon niet goed. Staatssecretaris Dijkhoff woont in Breda. Die heeft forse beveiliging voor de deur, zowel kamerbewaking als ook voor een deel persoonsbeveiliging. Wat vindt u daarvan? Dat zou nodig zijn. Het is jammer dat het nodig is. Ja, maar moeten we bij denken, voordat we de politiek ingaan, bedenken dat we bedreigd kunnen worden?
Tegenwoordig wel. Tegenwoordig zou je inderdaad aan moeten kunnen denken, ja. Ja. Dus dit is een bedrijfsrisico, hè? Dit hoort bij het vak? Ja, hun kiezen voor politicus te worden, dus dan hoort het erbij. Dus dan hoort bedreiging bij het vak politicus zijn? Nee, dat we niet. Maar het risico dat het is, dat weten ze wel als ze eraan beginnen. Ze weten, ja. Is het ook een bedrijfsrisico misschien, als je de politiek ingaat, dat je dan bedreigd kan worden? Vind ik niet, vind ik niet. We hebben een bestuur nodig in ons land en die horen veilig te zijn. Ja, het hoort erbij, helaas. Dat is in deze maatschappij nou eenmaal zo geworden. Maar het zou niet zo moeten zijn in ieder geval. Ja, het is super achterlijk dat het moet. Kijk, als je niet voor je mening uit mag komen, dan... En je moet dan daardoor beveiligd worden, dat is hartstikke verkeerd in Nederland. Ja. Ik ga ook niet naar mijn werk met 3 man beveiliging om me heen. Nee. En ik denk dat niemand dat zou moeten. Het probleem is dat in de politiek dat men niet genoeg luistert naar wat er onder de mensen leeft. En dat die mensen, dat geeft de mensen een gevoel van onmacht. En dat lokt natuurlijk verharding uit. Fractiekamer VVD, ik zit hier met Patrick Ernst. Patrick, hoe lang? Jij gaat weg? Ja, ik ga weg. Na 14 jaar. Na 14 jaar. En je gaat naar Amsterdam? Klopt. Wat ga je het meeste missen aan Breda, denk je? Dat je elke keer de grote kerk kan zien, dat zal ik dan wel missen. Maar natuurlijk eigenlijk heel veel mensen, heel veel kleine stukjes Breda waar ik eigenlijk dagelijks doorliep. Nou, ik mis al de gewone dingen, denk ik, ja. Ga je daar ook in de politiek iets doen? Ja, dat is leuk. Dat is de eerste vraag die iedereen eigenlijk stelt. En dat is eigenlijk de laatste vraag die ik mezelf stel. Want er zijn gelukkig nog even geen verkiezingen, dus ik hoef me er ook niet druk over te maken. Maar ik ga er zeker bij de VVD kijken om eens te kijken hoe het daar is. Ze zeggen allemaal dat het net wel wat anders is. Maar ik ga het beleven. Ik ken al wat mensen daar, dus dat scheelt. Deze uitzending gaat over veiligheid van de gemeenteraadsleden. Jij kan nu terugkijken op 14 jaar. Is daar, voelen jullie je als raadslid veilig? Ja, over het algemeen voel je je veilig, want je bent met leuke dingen bezig. Maar af en toe komen er wel eens dingen voorbij die wat minder leuk zijn, of althans minder leuk gevonden worden. Of die groepen splijten, hè, waardoor tegengestelde meningen zijn. Nou, dan wordt het wat spannender, maar dan merk je, hè, toen ik net in de raad kwam, 2002, 2003, speelde NAC. Kan er NAC gered worden? Nou, toen zag ik het hier allemaal zwart van, geel eigenlijk, geel-zwart van de NAC-supporters. En toen werd het al wel een beetje een spannende vergadering, dat was al wel bekend. En toen werd er eigenlijk wel meteen geïnventariseerd van, zijn er mensen die misschien tegen willen stemmen? Want dan kunnen we daar meteen al politiebescherming voor regelen. Dus dat was toen al een issue. Dus, en toen begon je net? Toen begon ik net, ja. Dus je krijgt wel eens verwensingen of het gaat er soms wat ruiger aan toe. Dat vind ik dan toch iets anders dan dat je je bedreigd voelt. Ja, want dus, jij valt het op het moment dat mensen misschien wat feller zijn in hun bewoordingen, dat is vanuit hun betrokkenheid. Eigenlijk. Ja, en daarom voel ik me ook heel vaak niet bedreigd. En, er zit zelf mij ook passie. Dus ik snap ook wel dat mensen soms wat meer volume of wat andere woorden gebruiken. Maar nu heb je de social media, dus ja. Tientallen hoeft niet meer. En nee. Dat er dan soms toch dingen uitkomen die echt wel kwetsend kunnen zijn. Ja, nou, en ik vind ook wel dat is een lijn, hè? Dat is een grens. Dat als je echt gaat kwetsen of inderdaad bedreigen, dan ligt daar natuurlijk wel een grens. Heb je het wel meegemaakt dat je echt bedreigd werd? Je kunt, als je wat gevoeliger bent, misschien dingen als bedreigend ervaren, maar echt bedreigd, want dan zou ik ook bijvoorbeeld zeker aangifte doen, want dat vind ik ook wel, dat ben je ook wel verplicht, denk ik, naar het ambt, hè, als volksvertegenwoordiger. Ja, je moet ook wel dat vrij kunnen doen. Want nu rondom de vluchtelingen verhardt het debat. Het is natuurlijk altijd fijn dat je in rust, zeg maar, politiek kan bedrijven. Maar je moet natuurlijk wel voorbereid zijn op dat dingen kunnen gaan komen. En dan is het wel handig dat je daar met elkaar van gedachten over wisselt. En ook
ervaringen van andere gemeenten mee kan nemen. Ja. Dus veiligheid is op dit moment, in die 14 jaar is het echt ooit eens een keer een issue geweest, buiten dan die NRC-avond met hooglopende gemoederen. Ja, er is natuurlijk andere collega's van mij die zijn wel bedreigd. Ik weet ook dat er een collega van mij zelfs met een kogelvrij of kogelwerend vest is, dat denk ik, hè, in de raadzaal zat. Ja. Dat ging over het dossier Galdense Meer. Het parkeren, het betaald parkeren op de Galdense Meer, ja. Is dan daar, dus hij was voor betaald parkeer van de Galdense Meer. Had er een motie voor ingediend, ja. Hij is zo bedreigd dat hij met een kogelwerend vest moest rondlopen. Is dan de verhouding niet totaal? Absoluut, ja. Dus daar is ook aangifte van gedaan. En dat is natuurlijk totaal ontoelaatbaar, ja. En aparte mailtjes, krijgen jullie die ook wel eens? Ja, heel veel zelfs. Ook wel brieven, anonieme brieven. Als ze anoniem zijn, kan ik ook niet reageren. Dus ja, die leg ik dan ook maar snel weg. Het is natuurlijk een openbare functie. Dat heeft consequenties. Ja. Wat weegt het zwaarste? De openbaarheid van het ambt of de veiligheid van de mensen die het uitoefenen? Nou, ik denk dat veiligheid is een voorwaarde. En je kunt pas openbaarheid van je ambt uitvoeren als het veilig is. Ja, dus er zal altijd eerst een veilige omgeving moeten zijn. Absoluut. Zodat de politiek zijn werk kan doen. Ja. Ja, dat zie je natuurlijk ook. Hè. Als je nou kijkt met vluchtelingen, ja, dan is het meteen de link. Hè. Ik bedoel, mensen vluchten omdat ze heel vaak ook niet omdat ze politiek wel geëngageerd zijn, maar het is gewoon te onveilig en moeten daardoor vluchten. Ja. Ik bedoel, dus ja. Nou zijn dus hier openbare raadsvergaderingen. Dat betekent, dit is het huis van de stad. Ja. Dat staat best open voor mensen. En goed ook, denk ik. Ja, moet ook blijven. Ja. Dat is belangrijk? Absoluut, ja. Verwacht jij dat daar verandering in komt doordat het lijkt te verharden, de Nee, dat zou heel slecht zijn, want dan krijg je achterkamertjes politiek. Hè? Ja, dat moet je niet willen. Het is juist het sterk van de democratie, is dat je met elkaar kan discussiëren in de openbaarheid. Als je dit allemaal weet, hè? Je begon net en toen was het al NAC-supporters. Zou je nu nog die keuze maken om de politiek te gaan? Heeft het je tegengehouden in welk opzicht dan ook? Nee, nooit. Nee. 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 Je moet sowieso niet zo bang aangelegd zijn om in de politiek te gaan. Dus, dat is wel een vereiste, denk ik. Ja, maar je moet natuurlijk ook, je moet je woordje wel klaar hebben. Je moet soms wat voor wat grotere groepen, als het spannend is. Dus dat speelt allemaal wel mee. Dus als je... Dat moet je wel van tevoren beseffen. Ja. En dan, ontzettend bedankt en heel veel toch plezier in Amsterdam. Maar kom regelmatig terug dan naar Breda. Absoluut. En er komt zelfs een restaurant en dat heet Breda. In Amsterdam. Dus, echt waar? Daar gaan we met alle Breda-naars gaan we daar een... Welke maatregelen kunnen wij hen bieden om zich weer veiliger te voelen in ons land? Ik denk niet dat ik daar invloed op heb. Wat ik wel kan doen is mijn stem laten horen. Dat mensen van elkaar moeten afblijven. Dat de vrijheid van meningsuiting een goed is. Een recht is wat je moet respecteren. Ja. En dat je dingen moet oplossen in een debat, in een gesprek. En als iedereen dat doet, dan zou de wereld er een stuk mooier uit komen zien, denk ik. Nee, ik weet het niet zo goed. Regels aanscherpen, zwaardere straffen misschien wel. Als ze zelf al verdraagzaam zijn in de politiek en elkaar op een juiste manier bejegenen, dan slaat dat wel over op de rest van de mensen. Ik vind wel dat ze moeten kunnen doen wat ze moeten doen. Zonder dat ze zelf slachtoffer ergens van worden. Ja. Ik vind het schandalig dat ze beveiliging nodig hebben, maar ik denk dat sommige mensen wel beveiliging nodig hebben, dat er iemand in hun omgeving is die hun beschermt, op afstand. Ja. Maar het wordt niet thuis in Breda? Nee, zeker niet. Nee. Jammer. Ik zou het heel erg jammer vinden, want het is toch een inbreuk op ons gezellig Breda. Ja. Ja, het hoort hier niet thuis, klaar uit.